Jonathan, de mooiste dag van je leven. Vertel, hoe is het gebeurd? Ja, het was zeker de mooiste dag van mijn leven tot nu toe. Ik heb er toch ook wel wat van proberen te genieten. Maar het was toch vooral een zware wedstrijd. Ik heb proberen mijn tempo zo constant mogelijk te houden. Ik denk dat het ook wel goed is gelukt. Maar op sommige momenten met de hele hoge cadans was het toch wel erg zwaar, ja. Was er veel wind op het parcours? Het parcours was ook niet het makkelijkste, denk ik. Wel heel vlak, maar zo makkelijk was het niet, hè? Ja, er stond een klein beetje wind in de rug. Dus dat zorgt toch voor heel hoge snelheden. Maar met de weinige bochten en het vlak parcours was ons beperkt verzet bij de juniors. Daarmee rijden was toch wel redelijk moeilijk met momenten, ja. Ik had toch graag soms nog een extra tandje gehad, ja. Wat betekent dit voor jouw toekomst in feite, naar volgend jaar toe bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat ik hier zeker ervaring heb opgedaan voor het tijdrit in de toekomst. En ik hoop mij daar ook zo goed mogelijk in verder te ontwikkelen, ja. Moet er dan gewerkt worden voor jouw toekomst? Zijn er bepaalde punten waar je echt wil hard aan werken om iets te bereiken? De tijdrijden en... Ja, dat is wel een beetje mijn specialiteit. Ik hoop dat ook nog zo goed mogelijk verder uit te bouwen. Maar natuurlijk ook, ik heb ook nog andere kwaliteiten. Bergop rijden kan ik ook redelijk goed. En dat hoop ik ook nog goed te ontwikkelen, ja. Waar hoop je te presteren? Waar hoop je te schitteren in de toekomst? Welke wedstrijd zou je op best moeten liggen? Misschien ook wel de klassiekers hier in België. Dat is ook wel... wedstrijden voor mij, wedstrijden met wel wat hoogtemeters. Natuurlijk niet superveel hellingen of heel lange cols, maar wedstrijden met wat hoogtemeters en tijdritten natuurlijk, ja. Wat gaan de Belgen nog doen? Ian doet het niet zo uitstekend, denk ik. Wat verwacht je van Alec? Daar wordt heel wat van verwacht, denk ik. Hè? Ja, natuurlijk. Als Europees kampioen zijn er zeker verwachtingen. Ik denk op het eerste zicht is het zeker een parcours voor hem. Want hij is echt wel een jongen die heel hoge wattages kan trappen. Maar op dit vlak parcours, met de weinige bochten en toch wel wat wind mee, denk ik misschien dat de jongens die hele hoge cadans goed aankunnen, dat die zeker een voordeel gaan zijn. En ik weet niet hoe goed Alec die hele hoge cadans aan kan, maar daar zal het van afhangen. Wat zie je nou nog rijden dit jaar? De Ster van Zuid-Limburg ga ik nog rijden in begin oktober. Een beetje thuiswedstrijd voor mij. En de week daarna nog de Philippe Gilbert in Stavelot. Ja. Succes. Dankjewel.